15 jaar van zijn leven zit hij in een gevangenis. En daar hebben jongens van No Surrender en de Hells Angels respect voor hem. Want hij is de sterkste van allemaal. Boyd Brakel. Wij zijn opgegroeid in een heftige situatie. Mijn moeder, hè, die was prostituee. En mijn vader zat in de criminaliteit destijds. Ja, zijn ouders die hadden enorm veel eigen problemen. Dus geestelijk en op alle vlakken is hij enorm verwaarloosd. Nooit liefde, nooit bevestiging gehad. Boyd begint moeilijke gedrag te vertonen nadat hij als kind door een familielid wordt misbruikt. Ik heb later gehoord dat hij in zijn jeugd misbruikt is. En dat vind ik heel erg voor Boyd. Dat vind ik verschrikkelijk. Van het misbruik wist ik niet, maar wat ik wel zag, dat hij wat driftiger en bozer werd. Dat zag ik wel, wat opstandiger werd Boyd. Als Boyd 7 jaar is, wordt hij vanwege zijn gedrag naar een tuchtschool gestuurd. En hij huilde heel erg veel, want hij wilde heel graag terug naar zijn moeder. Omdat Boyd maar bleef huilen, hebben 2 groepsleiders hem onder het bed getrapt. En dat is het moment dat dit jonge ventje een heftige keuze maakt. En toen heeft hij besloten om nooit meer te huilen. Alleen maar gewoon mensen op een afstand te houden. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Het maakt ook dat de verharde Boyd al heel jong het criminele wereldje ingaat. Ik weet nog goed dat Boyd met zijn vriendjes geld gestolen had ergens. En toen kwam de politie eraan en toen hebben ze het geld door de wc heen gespoeld. En toen stond er in de Arnhemse Courant, dat was toen in Arnhem, inbreken spelen voor stoppetje. Dat weet ik nog wel. Dus daar begon, daar kan je al zien dat er dingen gebeurden, dat hij afdwaalde. En eigenlijk is het vanaf dat moment is het gevangenis in, gevangenis uit en brengt hij meer dan 15 jaar door achter de tralies. Al die tijd is Boyd veel aan het sporten en wordt hij heel sterk. Dit zijn beelden van een documentaire die gemaakt is in 1992. Boyd zit dan in Veenhuizen voor 20 maanden vast omdat hij een geldloper heeft overvallen. In dit programma vertelt Boyd wat een hekel hij heeft aan medegevangenen die zitten voor een zedenmisdrijf. Ik heb met een jongen vastgezeten die zei dat hij voor drugs vast zat. En terwijl ik 4 weken daarna kreeg te horen van bewaarders van Boyd's zus en zo, die heeft zijn eigen dochtertje, weet je wel, van 3 jaar. Nou, daar werd ik wel zo misselijk van dat ik die hele gozer zijn kankerkop heb in elkaar geslagen. In de diverse gevangenissen waar Boyd zit, doet hij criminele contacten op, zoals met jongens van de Hells Angels en Satudara. Als hij de gevangenis uitkwam, hè, dan werd hij gebruikt voor de verkeerde klusjes, zeg maar. Moest die mensen geld afhandig maken of bedreigen of intimideren. Toen hij weer op straat stond, gebruikten de criminelen hem gewoon als een soort incassiebureau. Dan werd hij erop uitgestuurd en dan in 5 uur 's nachts dan trapte hij gewoon deur in om het geld te eisen. Zijn kracht is ook waar hij zelfwaarde uithaalt. En steeds vaker zit hij in de sportschool. Hij was zo sterk dat hij meedeed aan de sterkste man van Nederland. Vrachtwagens tillen en nou ja, noem maar op. En daar heeft hij ook volgens mij wel wat prijzen in gewonnen hoor. Maar dan krijgt deze sterke man een levensbedreigende ziekte, hepatitis C. In korte tijd verliest hij al zijn kracht. Ja, in no time takelde hij enorm af. Zijn haren vielen uit op zijn hoofd, op zijn lichaam. En ineens werd hij een wrak. Kon hij niks meer eigenlijk. En hij werd ook enorm depressief. Toen hij zei van, Ingrid, ik heb geen zin meer in het leven, dat vond ik heel erg. We zijn inmiddels 25 jaar verder en ik ben benieuwd hoe het nu is met die sterke man die alles verloor en uiteindelijk ook zijn kracht waar hij zijn identiteit uit haalde. Hij is hier aan het trainen, dus ik ga het hem vragen. Zo, hier wordt heel hard getraind. Bijna 100 kilo. Goed bezig, hoi. Hi. Ik ben Mirjam. Ja, hallo. Hi, welkom. Boyd. Leuk je te ontmoeten. Ja. Zo, ik dacht dat jij was ziek. Jij kon niet sporten. Nee. Maar wat is dit?
Ja, er is een wonder gebeurd en ik ben 100% genezen. Dus, wow. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar wat er allemaal gebeurd is, dus ga je mee? Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Voor ik deze sterke man vraag naar dat wonder, wil ik eerst weten wat voor invloed zijn heftige jeugd op hem heeft gehad met een moeder in de prostitutie en een vader in de criminaliteit. Heb je eenzaam gevoeld als kind? Ja, toen ik in het huis kwam helemaal. Een sleutelmoment in Boyds leven is het moment dat hij als jong kind in een tuchtschool keihard wordt aangepakt, omdat hij maar blijft huilen om zijn moeder. En daar heb ik zoveel gehuild. Toen hebben twee groepsleiders me onder mijn bed getrapt, weet je, een bloedneus en dat soort dingen. Dus, het heeft heel veel impact gehad volgens mij, of niet? Sorry? Nou, dan zie je het weer helemaal voor je gebeuren, weet je wel. Dus, en dan, ja. Nou, wat heeft het met je gedaan? Ja, heel veel natuurlijk. Je wordt, als ze tegen mij zeggen, je moet linksaf, dan ging ik rechtsaf. Ik werd zo rebels, ik schopte overal tegenaan. En door de jaren heen wordt Boyd een keiharde crimineel, die zelfs met Holleder en leden van de Hells Angels in de gevangenis zit. Maar jij had ook wel, mensen hadden wel respect voor je. Ook echt de grootste criminelen in de gevangenis, die ja. Hadden respect voor je. Ja, natuurlijk. Ja, maar hoezo natuurlijk? Nou, je bouwt toch een bepaalde status op. Mm-hmm. Kijken in de baaiers is er geen, zijn er geen pistolen of mes of zo. Dus als er daar wat was of zo, nou, dan was het gewoon vechten. En ik kon gewoon heel goed vechten. En, dus op een gegeven moment, ja, dan zit je wel weer 3 weken in isolatie, zelf vanwege een knokpartij. Maar nou, dan kwam je er weer uit en dan keek iedereen toch tegen je op van, oh, oppassen, weet je wel. Boyd wordt met de jaren steeds crimineler. Hoe ver zat jij erin? Toen ik tegen mijn 30ste aanliep, zat ik heel ver in. Dus dan kom je in de steeds zwaardere criminaliteit. Toen had ik ook al een paar jaar in een gevangenis gezeten, in Veenhuizen en zo. Ja, toen heb ik wel incassozaken gedaan voor de onderwereld. Gewoon als de dingen niet werden betaald, weet je wel, dan huurden ze mij in om het geld te halen. En hoe ging jij dan te werk? Ja, dan ga je eens kijken, dan krijg ik bepaalde gegevens door en dan ga je kijken. En, ja, dan ben je meestal wekenlang mee bezig. En op een gegeven moment is het moment daar en dan stap je gewoon dwars door de deur heen en dan sta je naast iemand zijn bed met een wapen in je hand. Dus dat gaat altijd met grof geweld. Maar ja, dat is, ik heb nog nooit onschuldige mensen, zeg maar met geweld, maar wel mensen uit het circuit. Dat weet je, als je daar niet betaalt, ja, dan weet je de gevolgen. Dus, maar daar ben ik helemaal niet trots op hoor, dat het allemaal is gebeurd. Maar het is wel gebeurd natuurlijk, ja. Ook zelf is Boyd niet ongeschonden gebleven. Ja, ik heb al een kleine 300 littekens op mijn lichaam. Dus, ja. Ik zie ook wel wat nu op je knie hier, maar... Ja, hier. Ik was door mijn benen heen geschoten. Hier geopereerd. Hier. Ik heb hier een messteek. Dat ze me openstaken. Bijna dwars door mijn leven heen. En hier mijn schouder. Het was erin geschoten. En dan op een dag krijgt hij een levensbedreigende ziekte. Ik was zo ziek dat ik er eigenlijk, ik zag niet meer zitten. Ik sliep 18 uur per dag en haaruitval en noem maar op. En elke keer als ik die kuur kreeg, dan moest ik 1 keer in de week moest ik die kuur nemen. En ja, dan had ik weer 3 dagen 40 graden koorts en dan zat ik te eilen en dood moest slapen, depressief. En ook gewoon de telefoon niet opnemen, angsten, dat soort dingen. Dus het was echt een hele donkere tijd. En, toen belde mijn zus Ingrid. Die belde mij een keer op een avond en toen zegt ze, hoe is het? Hij zegt, Ingrid, ik ben ongeneeslijk ziek. En ik zie het leven niet meer zitten. En toen zei ik, Boyd, ik haal je op. En ik ga voor je zorgen. En die hebben me een half jaar in huis gehad. Een half jaar lang zorgen Ingrid en haar man voor Boyd. Maar niets helpt. En dus neemt ze haar broertje mee naar een plek waar ze zelf veel steun ervaart.
Ik had hem meegenomen naar de kerk en er was een spreker. En die vroeg als de mensen ziek zijn, die mogen naar voren. Ja, maar Boyd zei niks. Ze zegt, kom op Boyd, ga naar voren. En toen hoorde ik een stem in mijn hoofd, wees maar niet bang, ik genees je wel. En ik zit zo om me heen te kijken. Ik denk, nou ik ben een doorslaan van de drugs die ik misschien heb gebruikt van vroeger of zo. En toen hoor ik weer die stem, wees maar niet bang, ik genees je wel. Hoorde je dat gewoon in je hoofd? Of? Ja, in mijn hoofd gewoon. En tot de derde keer toen hoorde ik die stem, wees maar niet bang, ik genees je wel. En toen begon hij voor mij te bidden. Je ervaart dan iets, alleen ja, je kan het niet beschrijven. Weet je wel, je krijgt in één keer bloedheet en... Ja, later, nu weet ik dat het de kracht van de Heilige Geest is geweest. De geest van God. Ja, de geest van God, die echt aan het werk is gegaan tijdens dat gebed. En toen hij daarna in het ziekenhuis kwam, wat is er iets bijzonders gebeurd? Heel mooi. Toen werd ik opgebeld door assistenten van professor Schalm. Ja. Uit het Erasmus ziekenhuis. Meneer Brakel, er is iets niet goed gegaan met uw bloedonderzoek. Wilt u terugkomen? En tot 5 keer toe hebben ze bloed geprikt en toen moest ik op gesprek komen bij professor Schalm. Nou, ik zit te wachten in die wachtkamer, hij komt me ophalen. Wat dacht je? Nou ja, ik denk, het is afgelopen. Maar toen kwam het moment, toen kwam hij mij ophalen. Hij zei, er zijn nog 2 collega's bij, vindt u dat erg? Nou, ik zei, ik vind het niet erg, maar toen ik binnenkwam, ik zei, val maar gelijk met de deur in huis. Dan wil ik het weten ook. Nou, hij zei, gefeliciteerd, want u bent 100% genezen. Ik zei, wat? Ja, hij zei, maar we kunnen ook niet zien dat je het door hebt gemaakt. Hij zei, dus we staan eigenlijk voor een raadsel. Ik zei, wat zeg je nou? Ik zei, oh, ik zei, dank u wel, heer. En hij zit me zo aan te kijken. Ik zei, wat zeg je nou? Dank u wel, heer. Ja, ik zei, ik heb 3 keer zijn stem gehoord. Wees maar niet bang, ik genees je wel. Ik zei, maar, dan heb ik toch goed die stem gehoord. Ik knapte binnen 5, 6 weken, knapte ik helemaal op. Ik bloeide weer helemaal op. Begon weer te leven. En daar waar Boyd niks met een kerk had, gaat hij nu ineens elke zondag. Wat vond je dan bij God? Wat ontdekte je dan bij hem? Ja, de rust, de vrede. En dat is het mooiste wat me is overkomen. Dat is echt geweldig.